Ondertussen aan mijn tafel mentalist Gilly en moraalfilosoof Johan Braakman. Gilly kennen we natuurlijk allemaal als mentalist, als een man die zijn publiek raakt bespeelt, een beetje bedriegt zelfs bijna tijdens shows. Grondig bedriegt zelfs. Maar nu heb je iemand meegebracht die ook alles wetenschappelijk kan staven. Johan Braakman, moraalfilosoof, hartelijk welkom. Johan, wat bindt jullie eigenlijk precies? Wij kennen elkaar al meerdere jaren en zijn al die tijd bevriend. Omdat we allebei nogal geïnteresseerd zijn in de vraag hoe het komt dat mensen zo makkelijk bedrogen kunnen worden. En Gilly doet dat professioneel, mensen bedriegen en beliegen. Maar hij zegt er tenminste bij dat hij het doet. Dus hij zegt, ik zal jou bedriegen, dus je weet het vooraf. En vervolgens doet hij het. En je weet niet hoe hij het gedaan heeft en je snapt er niks van. En waar ik mij mee bezighoud, dat zijn met die studies die uitleggen hoe het komt dat hij dat zo makkelijk kan. Ja, concreet, op welke manier helpt jou dat, Chili? Maar ik vind dat vooral heel interessant, omdat ik soms zelf stijl achteroverval van hoe mensen zo gemakkelijk in de dingen lopen die ik doe. En Johan kan er dan de perfecte academische uitleg aan geven. En ik vind dat bijzonder interessant om te horen waarom de dingen die ik doe, waarom ze werken. Ja. Want voor alle duidelijkheid, je bent, wat men ook mogen denken, nog steeds niet paranormaal begaafd. Tot nader orde ben ik nog steeds niet paranormaal begaafd, maar ben ik nog altijd heel bedreven in het faken van die gaven. Ja. Maar bestaat er zoiets als een zesde zintuig, Johan? Wel, je kunt niet 100% zeggen dat dat niet bestaat, omdat het is erg moeilijk om te bewijzen dat iets niet bestaat. Ik kan niet bewijzen dat het mannetje op de maan niet bestaat. Maar ik kan wel uitleggen dat het bijzonder onwaarschijnlijk is. Dus het zesde zintuig, het is bijzonder onwaarschijnlijk dat het bestaat. En het interessante aan iemand als Lieven is nu dat mensen die beweren dat ze over een zesde zintuig beschikken, ze kunnen zogezegd gedachten lezen of gedachten overbrengen, of allerlei anderen, ze hebben helderziende gaven enzovoort, dus ze gebruiken daarvoor wat zij dan zeggen, hun zesde zintuig. Iemand als Lieven kan aantonen dat hij dat ook allemaal kan. Alles wat zij kunnen, kan hij ook, maar zonder gebruik te maken van een zesde zintuig. Hij maakt gebruik van zijn vijf zintuigen. Maar eigenlijk nog meer maakt hij gebruik van het feit dat wij beperkte wezens zijn. Onze zintuigen zijn niet zo geweldig snel, ons geheugen is niet zo goed. We leggen makkelijk valse verbanden. Dus Lieven houdt je hier bezig en ondertussen doet hij daar bijna wat hij wil met jou. Ja. Concreet, nu ook weer in de nieuwe show, Control. Dat gaat echt om die controle. Wat doe je daar precies in? Dat is eigenlijk organisch gegroeid uit de vorige voorstelling, Iedereen Paranormaal, dus waarin dat ik aantoonde dat eigenlijk iedereen kan wat ik kan, ondanks het feit dat er geen zesde zintuig aan te pas komt. En dan beginnen nadenken van, ja, hoe komt dat nu eigenlijk? En het komt er gewoon op neer, omdat ik gewoon het hele universum creëer op mijn podium. En alles wat daarin gebeurt, zowel de situatie als de mens, daarin gewoon helemaal onder controle neemt. Ik heb gehoord dat je zelfs ergens begint met een frisbee in het publiek gooien. Wel, ja, natuurlijk. Het wat altijd onmiddellijk gezegd wordt, ja, maar ja, hij heeft gewoon mensen mee die hij bij heeft en die betaalt, die hij spreekt ermee af. En daarom gooi ik dus inderdaad constant voorwerpen in het publiek. En wie het vangt, die is mijn vrijwilliger, medewerker of slachtoffer, wat je wil, voor de volgende act. Dus dat zijn eigenlijk de momenten dat ik de controle compleet loslaat. Van, het kan met eender wie gedaan worden. Dus het is zelfs niet nodig om vooraf met mensen af te spreken. En dan gaan we aan de gang natuurlijk met alle technieken die er bestaan om mensen toch maar een beetje te laten twijfelen van, ja, zou het dan toch niet echt zijn? Nee, het is niet echt. Maar het publiek heeft onder. Doe iets met mij, nu. Ja, goed voorstel, Jan. Hij heeft hier niet. Ja. Wel. Wat bijvoorbeeld een ding waar ik vooral in de vorige voorstelling ook op hamerde, was het feit dat mensen contact nemen met doden, met weet ik wie allemaal, op alle mogelijke technieken die er zijn. Ja? En een van de technieken die ze daarvoor gebruiken zijn pendels. En dat zat ook in de vorige voorstelling. En het is mijn werk, Jan, dus ik wist dat je dat ging vragen. Dus ik heb een pendel meegebracht. Speciaal voor jou, een hele dure pendel. Die verkocht wordt in van die esoterische winkels. En daarmee kan iedereen eigenlijk pendelen. Ja, Thomas, ik heb voor jou ook een mee. Iets minder duur, een wc-ketting, mijn moer, maar dat werkt even goed. Dank u. Ja, maar ik ken mijn plek, geen probleem. Dat werkt even goed. Ja. En nu moet je eens gewoon. Ik ben helemaal behoorlijk zenuwachtig te voelen. Nou ja, ga door, sorry. Je hebt erom gevraagd, Jan. Ja, ja. Oké, hou hem stil, hou hem stil. Dat is al moeilijk voor mij. Gewoon hou hem stil. En nu gewoon uw hand niet meer bewegen, maar kijk naar jouw pendel. Kijk naar die pendel en denk in uw gedachten dat je een kracht bezit die pendel kan doen slingeren. Kijk naar uw pendel, concentreer op die pendel en laat hem slingeren van links naar rechts. Laat hem gewoon slingeren van links. En je zal zien dat er beweging in komt. Hou het niet tegen, maar gewoon laat het gebeuren. En je zal merken, een beetje bij Thomas is het betrokken, bij jou ook. Maak hem groter en groter, groter en groter. Ja, maar dat komt toch niet door mijn gedachten? Dat ding doet dat. Mijn arm begint te trillen.
Kijk, nou ja, oké. Okay. Je gaat zelfs in een cirkel. Ben ik dan goed? Hou je het dan tegen, Jan? Jezus, ik doe niks. Jan, blijf kijken, blijf kijken. En laat hem nu weer gewoon vooruit, achteruit gaan. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Kijk, 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 kijk. Hé, maar dit is echt griezelig. Sorry, ik stop ermee. Dit is echt super eng. Dus, wat is dit dan? Johan, kan je dit uitleggen? Wel, wat Jan zegt is natuurlijk juist. Je denkt eraan en onbewust gaat dat jou... lichaam gaan beheersen. Ja, want gek genoeg, dus ik heb echt mijn best gedaan van... ik doe niet mee met geen onzin, sorry. Heel minimaal te trillen, omdat hij dat in jouw hoofd geplant geeft. Er zijn heel veel studietjes die aantonen dat dat wel degelijk erg sterk werkt. En mensen denken dus dat ze de zelfstandige controle hebben over wat ze doen, maar dat is meestal niet zo. Ik kan zo verschillende voorbeelden geven. Als je bijvoorbeeld een wijnhandel hebt, zorg er dan voor dat... de muziek die je draait, ernstige klassieke muziek is, dan gaan mensen de meer dure wijnen kopen. Echt? Als je folk of rock draait, dan kopen ze goedkopere wijnen. Dus dat kun je testen op voldoende grote schaal, zodat het effect echt aantoonbaar is. Of in lijn met wat Gilly net demonstreerde, er is zo'n studietje waarbij men mensen een koptelefoon opzet en men laat hen headbangen. Dus op rockmuziek, men laat hen headbangen, dan zit je eigenlijk ja te knikken. Ja. Dan heb je een andere groep die gewoon neutraal zit te luisteren. Die twee groepen wordt dan dezelfde vraag gesteld, waarop zij ja of nee kunnen antwoorden. En je raadt het al, de eerste groep, die dus vlak daarvoor heeft zitten headbangen, die zegt significant meer ja op diezelfde vraag dan de groep die niet heeft zitten headbangen. Dus voor je naar je werkgever moet lang zo... Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Dus dat werkt wel degelijk. En mensen denken dan dat ze achteraf gaan ze zeggen... ja, maar nee, ik wil ja antwoorden omdat ik het antwoord ja vind op uw vraag. Maar dat kan dus niet bij iedereen waar. Maar je fopt jezelf dan eigenlijk voor een groot stuk. Daar komt de context bepaalt heel sterk uw gedachten. Daar komt het in essentie op neer. En wat Lieven doet, is in feite zelf die context controleren. Dus en als je de context beheerst, dan weet je bijna wat de persoon in die context... wat die zal doen of wat die zal zeggen. Je hebt ook een filmpje mee van een kussengevecht. Wel, dat is een filmpje dat vorige week ergens vrij viraal gegaan is. Dus ik denk dat veel mensen het al gezien hebben. Maar ik vond het heel interessant om aan te tonen dat mensen denken individuen te zijn en allemaal onafhankelijk te kiezen hoe ze beslissen en hoe ze reageren. Terwijl dat je eigenlijk zeer basic kan aantonen dat mensen bijvoorbeeld in dit filmpje allemaal op dezelfde manier reageren. En dat geldt niet alleen voor dit concreet geval, maar dat geldt ook voor heel veel andere dingen. Maar misschien is het interessant om te kijken... Laten we daar eens naar kijken. Dat is een wildvreemde die dan op iemand afkomt en... Hij geeft hem gewoon een kussen, begint erop te meppen en automatisch begint die persoon terug te meppen. En dat is een reactie die eigenlijk zeer universeel is. Dat is gewoon al om aan te tonen, als je iets triggert bij mensen, dat er iets kan gebeuren. En het overgrote deel van de mensen reageert daar in de meeste gevallen op dezelfde manier op. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Bijvoorbeeld in dit geval ook, zijn er ook uitzonderingen van mensen die een klein beetje anders reageren. Ja, het is gewoon een klungel eigenlijk. Dit het is een beleefde jongen. Ja. En natuurlijk, de uitzondering. Ja, dat wordt natuurlijk gewoon opgezet. Een vestigende regel. Maar ja, met dit soort dingen moet je een beetje wantrouwen. Dit soort filmpjes. Wat op YouTube staat, is ook allemaal gefaked. Ja, ik moet er wel bij zeggen, het lijkt wel of dit doorgestoken. Ik zei dat spontaan, zomaar. Doe iets met mij. Dat hebben wij niet van tevoren afgesproken. Nee, helemaal. Maar het werkt ook bij iedereen. Als je het gewoon thuis probeert, dan merk je dat die pendel gewoon doet wat jij aan denkt. Dus alle mensen... Die pendel is goed om antwoorden te krijgen uit het hiernamaals. Je kan er ook water mee zoeken. Hier in Vlaanderen bijvoorbeeld was er vooral West-Vlaanderen bij ons. In de buurt, als je een waterput wilde steken om grondwater te hebben, kwam er een pendelaar om te pendelen. Ja. Nu, de uitdaging voor een pendelaar is veel groter om te zeggen, man, pendel eens en zeg eens waar we moeten boren om geen water te vinden. Want er is amper 10 of 15% oppervlakte in Vlaanderen, in België, als je... Dat is ook hoe die mediums werken, die zogezegd dan de vermiste personen terugvinden. Ja? Vaak zeggen ze iets te voelen dat met water te maken heeft. Maar je moet al, zoals Lieven zegt, je moet al erge pech hebben om niet, als je doodgaat, om niet in de buurt van een glas water of een... Of een beek of een watertoren of wat dan ook. Er is altijd en overal water. Ja, maar het is wel zo dat van dat soort, ik noem het nu even zesde zintuigen, dat is het niet, maar dat weten te bespelen. Mm-hmm. En toch heel veel mensen die daar ook... Heb jij daar ooit misbruik van gemaakt? Nee.
Nee, ik vond... het is verleidelijk om het te doen. Het is verleidelijk. Ik zou morgen kunnen gewoon ontkennen in de pers dat ik mensen jarenlang bedrogen heb over mijn gaven en ze wel heb. En ik zou onmiddellijk een kabinet kunnen uitbouwen, mensen oplichten. Ja, je moet ze gaan genezen. Ja, maar dat is... Ja, maar ik... Ik weet gewoon... Je gaat binnenlopen. Ja, natuurlijk, maar het is ook zo. Maar ik wil 's morgens nog in de spiegel kunnen kijken. Ja. Dus ik weet... Nu, als mensen naar mij komen kijken, dan weten ze dat ik gewoon puur gebruik maak van hun 5 zintuigen, mijn 5 zintuigen, en ze daarin gewoon zwaar misbruiken. Je zegt het ook in de show van... Jongens, nogmaals, dit zijn allemaal trucjes... Ja. Waarop iedereen met dezelfde ingesteldheid als wij daar zit van... Ja, maar dan laat maar komen, ik ben erop voorbereid. En maar toch trappen ze erin. Het intrigerende is bovendien dat mensen, zelfs al wordt het hen uitgelegd... Van, je kunt niet alles uitleggen, maar zelfs al geef je voorbeelden van hoe het gebeurt... Dan zijn er toch nog altijd mensen die achteraf naar Lieven of andere mensen met zijn soort talenten komen... En die zeggen, ja, maar jij denkt dat je doet... Zonder paranormale behaafdheid. Je hebt het zelf niet door. Dat je weet zelf niet dat je paranormaal behaafd bent. Maar, zou jij nu gewoon... Ja, dan sta je met je rug tegen de muur natuurlijk. Ja, dus, ja. Maar, zou jij bijvoorbeeld een tip kunnen geven als man van de wetenschap dan... om als publiek, als je publiek bent bij Gilly... Om er niet in mee te gaan. Bestaat er een manier om je ervoor te wapenen of er tegen te wapenen? Wel, natuurlijk, als je een aantal van die trucs kent... Dan kun je het misschien makkelijker doorzien. Maar niettemin, de les die je echt moet onthouden... is dat zelfs een getrainde wetenschapper... iemand echt met kennis van zaken... is niet opgewassen tegen iemand met de talenten... van iemand als Lieven of Gilly. Ja. Daar kun je niet tegenop. Vandaar ook dat verschillende van die zogenaamde mediums of paranormaal behaafde mensen enzovoort, die zijn de laatste eeuw al heel vaak getest door wetenschappers. En heel vaak stellen die wetenschappers vast, verdomde, die persoon hier die kan werkelijk iets wat wij absoluut niet kunnen verklaren. Ja. En pas later, als men er een mentalist, hoogelaar, iemand met de kennis en talenten van iemand als Lieven bijhaalt, wordt toch ontdekt dat die mensen eigenlijk ook gewoon trucs hebben gebruikt. En die wetenschappers staan voor schut. Ja. Dus zelfs getrainde wetenschappers zijn daar niet tegen opgewassen. Ik heb in elk geval heel veel zin om naar die nieuwe show te gaan kijken. Control, dankjewel Gilly en dankjewel Johan Braakman.